In deze instructievideo gaan we het hebben rond het thema taal. We gaan de spellingscontrole bespreken, we gaan ook autocorrectie laten zien, een aantal taalinstellingen overlopen en uiteindelijk gaan we ook werken met symbolen of speciale velden of speciale tekens in LibreOffice. Dus ook hiervoor ga ik mijn document genk.odt gebruiken. Je kent het document ondertussen en ik ga hier, waar dat er nog wat plaats is, werken rond taal. Stel dat je de spellingscontrole zou willen opstarten. Eigenlijk nog voordat je de spellingscontrole opstart, ga je zien dat deze al in werking is. Als je schrijft, dit is een tekst rond Genk. En je drukt op, ik kan natuurlijk de opmaak even aanpassen, want dit is niet goed leesbaar voor jullie. Dit is een tekst rond Genk, dan ga je daarin geen enkel probleem zien. Genk gaat hij niet als een fout herkennen, omdat Genk met een hoofdletter begint. Als ik nu zou schrijven, ik word, en ik zou word fout schrijven, later leraar, dan ga je zien dat hij onmiddellijk al word als fout herkent. Maar goed ook. Hoe kan je dit heel snel aanpassen? Ofwel ga je zelf nadenken, waarom heeft hij dat rood onderlijnd en ga je dat verbeteren? Ofwel druk je, als je bovenop het woord staat, met de rechtermuisknop en dan gaat hij zelf voorstellen, wil je een van de andere woorden uit mijn woordenlijst gaan gebruiken? Ik kies natuurlijk de bovenste en dan zie je, ik word later leraar. Stel dat je het vervelend vindt dat hij die woorden automatisch al onderlijnt als jij een tekst aan het typen bent, dan kan je dit ook uitzetten. Waar doe je dat? Via extra, opties, en dan komen we al onmiddellijk in de taalinstellingen terecht. Bij jou thuis kom je waarschijnlijk op dit veld terecht. LibreOffice gebruikersgegevens, die kan je allemaal invullen bij je thuis. Waar moeten we hier zijn? Bij het gedeelte taalinstelling. Als je hierop klikt, gebeurt er nog niets. Je moet echt op een van de subonderdelen gaan klikken. Dus druk je op talen, dan krijg je al een aantal taalinstellingen te zien. Zul die heel snel overlopen. Je kan de gebruikersinterface gaan aanpassen. Dus stel dat je hier alles in het Engels wilt, dan kan je bijvoorbeeld hier klikken op Engels. Dat laten we natuurlijk staan. Wat is de lokale instelling? Dat is Nederlands-België. Ook die zou je kunnen gaan wijzigen als dat nodig was. Dan krijg je een onderdeel decimaal scheidingsteken. En je ziet dat ik hier geen vinkje geplaatst heb. Ik ga je zo onmiddellijk laten zien wat het zou betekenen als je daar wel een vinkje zou plaatsen. Wat is nog belangrijk? Hier dit onderdeel linguistiek. Daar zitten heel wat opties in die we niet allemaal gaan overlopen. Maar ik wou je natuurlijk duidelijk maken dat je de spelling en de grammatica, als je deze vinkjes uitzet, dan zal die niet meer gecontroleerd worden tijdens het typen. Dat is wat dat we wouden bekomen. Ik ga je dit nog laten zien. Let erop. Talen, decimaal scheidingsteken. Ik heb geen vinkje staan. Ik druk op OK. Stel dat ik nu zeg, ik word leraar. Dan ga je duidelijk zien, hij heeft het niet rood onderlijnd. Wat wil ik laten zien met dat vinkje? Dat is het volgende. Ik zal mijn lettertype wat groter maken, zodat je dat goed ziet. Als ik op mijn nummering toetsenbord op de punt ga drukken, dan krijg ik dit. Krijg ik een echte punt. Ik druk 3 maal, dan zie je goed 3 puntjes. Stel dat ik zou doen extra opties en ik zou het vinkje hier aanzetten. Ik druk op OK en ik ga nu opnieuw 3 keer drukken op mijn punt op mijn numeriek toetsenbord. Dan krijg je 3 maal komma. Wanneer is dat handig, dat vinkje aan of uit? Dat is handig als je gaat werken binnen Calc, LibreOffice Calc, het spreadsheet of het rekenbladprogramma van LibreOffice, waarbij dat je de punt zou kunnen gebruiken om een komma weer te geven. Willen weergeven als je wilt schrijven 9,5, gaat hij het dan effectief aanzien als een 9,5. Daarvoor is die instelling wel handig. Dus hier, in ons geval, laat ik die uit. Dit over een beetje hetgene dat onder opties bij de taalinstelling van LibreOffice daar staat. Nu, we waren bezig aan de spellingscorrectie. Die hebben we nog niet zelf opgestart, want hij had eerst zelf alles voorgesteld. Ik zal opnieuw die automatische spellingscorrectie ook terug aanzetten. Linguistiek, spelling en grammatica controleren tijdens het typen. Ik druk op OK en je gaat onmiddellijk zien dat hij het rood onderlijnt. Ik kan de spellingscontrole ook starten, handmatig starten. Dat doe je via extra, spelling en grammatica. Je ziet ook dat er een knopje F7 voorhanden is, dus de functietoets F7 op je toetsenbord, die bereikt hetzelfde. Ik druk daarop en je krijgt je eerste foutief, of eerste fout gevonden woord. De teksttaal waar dat hij naar gaat controleren is Nederlands. En je ziet dat niet in het woordenboek staat word met een T, uiteraard. Hij geeft je enkele suggesties. Je zou die kunnen gaan
gaan selecteren. Wat kan je dan doen als je zegt ik word moet vervangen door word met een D? Dan kan je klikken op wijzigen. Het werkt ook door hier gewoon deze lijst te dubbelklikken. Dat gaat nog veel sneller. Nu, wat zijn de andere knopjes die hier staan? Stel dat je dit woord zou willen houden, dan kan je drukken op eenmaal negeren. En hij zal dan niet meer terugkomen op deze zin, ik word leraar op deze locatie. Stel dat je verderop in het document dezelfde fout zou gemaakt hebben, ik word leraar, dan gaat hij de volgende keer als hij de fout tegenkomt wel weer opnieuw een waarschuwing krijgen. Opnieuw zou je dan kunnen drukken eenmaal negeren. Stel dat je zegt het woord wordt met een T moet overal wat dat je tegenkomt in mijn document genegeerd worden, dan druk je op de knop alles negeren. Nu heb je daar nog een derde knop staan en ik wil je die gerust uitleggen, maar ik zeg op voorhand dat je daar heel voorzichtig mee gaat zijn. Wat gaat er gebeuren als ik zeg ik word toevoegen? Wat gaat hij dan doen? Hij gaat dat woord word met een T toevoegen aan de Nederlandse woordenlijst. Let daar heel goed mee op, want je kan een woord niet meer uit een woordenlijst verwijderen. Dus als je een foutief woord gaat toevoegen, gaat hij dat volgende keer niet meer zien als een echt fout woord. Die knop toevoegen, die zou ik alleen gebruiken voor bijvoorbeeld je eigen naam. Als je zegt, ik gebruik vaak mijn naam in een document en ik wil dat dat nu onderdeel wordt van, zogezegd, het Nederlandse woordenboek, dan kan je drukken op toevoegen en dan gaat op jouw computer dat woord toegevoegd worden en gaat hij dat nooit meer foutief herkennen. Maar let er dus zeker heel goed op. Vaak, als je een woord vaak in een tekst gebruikt hebt dat niet in de woordenlijst staat, dan stel ik nog steeds voor, gebruik de knop alles negeren en zet het nog altijd niet in je woordenboek. Want dat is een beetje vervuiling van het Nederlandse woordenboek. Dus hier kan ik natuurlijk zeggen, ik word leraar, moet vervangen worden door word. Dan druk ik op wijzigen. Moet dat overal in de tekst gedaan worden, dan druk ik op alles wijzigen. Wil je dat het een onderdeel wordt van de autocorrectie, wat we zo dadelijk gaan doen, dan druk je op deze knop. Maar ook hier zou ik dat nu niet doen. Dus ik druk op wijzigen. Je zag van boven misschien heel snel woord veranderen. En hij springt natuurlijk al verder naar de volgende fout. Landschap schilders zou moeten worden landschapsschilders natuurlijk. Ik druk even op sluiten omdat ik terug wil gaan naar hetzelfde stukje tekst. Dus je ziet, ik word is verbeterd leraar. Wat is nu een probleem? Stel dat je zegt, this is part of an English paper. Dan gaat hij natuurlijk heel wat woorden, in dit geval drie woorden uit deze zin, als foutief herkennen. Want this is natuurlijk een Engels woord en geen Nederlands woord. Dus wat gaat er nu gebeuren als ik opnieuw de spellingscontrole start? Spellingscontrole en grammatica. Dan gaat hij zeggen, this staat niet in het Nederlandse woordenboek. Dat klopt, het staat wel. En daarvoor kunnen we hier gewoon in scrollen in het Engelse woordenboek. En dan zoeken we dat van Groot-Brittannië. Je gaat zien, als ik hier druk op dit woord, zit dat in het Engelse woordenboek. Ik druk daarop, dan ga je zien, hij springt al verder, want hij heeft nu herkend dat this een onderdeel is van het Engelse woordenboek. En hij springt naar het volgende woord, want hij wil de rest van de tekst als Nederlandse woordjes gaan behandelen. Dus dat is geen goede manier als je heel veel woorden in het Engels hebt staan. Stel dat je een paragraaf hebt gecopy-paste uit het internet in het Engels, dan gaat hij natuurlijk op heel veel woorden zeggen dat die niet onderdeel zijn van het Nederlandse woordenboek. Dus wat kan je eigenlijk beter doen? Je kan een stuk tekst selecteren of in een alinea gaan staan en zeggen hiervan ga ik de taal aanpassen. Dat doe je via extra taal en dan kan je zeggen wil je de taal voor de selectie gaan aanpassen, voor de alinea of voor de hele tekst. Uiteraard gaat het voor mij over de selectie. Die tekst staat in het Engels, Groot-Brittannië. Ik druk daarop en je ziet, this is niet meer onderlijnd en is niet meer onderlijnd. Wat is wel onderlijnd? English. Waar maak ik hier de fout? Natuurlijk de hoofdletter. Ofwel ga ik ze zelf aanpassen, ofwel zeg ik tegen LibreOffice, wat stel jij voor? Door met de rechtermuisknop erop te drukken. En hij herkent een aantal woorden en natuurlijk kies ik English paper. Dus zo werk je met meerdere talen in een document en zorg je ervoor dat hij de juiste woorden met de juiste lijsten gaat koppelen. Een volgend onderdeel dat ik met je wil bespreken is dit. Extra opties voor autocorrectie. Autocorrectie, automatisch iets verbeteren. Daar zitten meerdere onderdelen eigenlijk in. Wat wil ik je eerst laten zien? Auto-aanvulling of autovervanging eigenlijk in LibreOffice Writer. Stel dat je zegt, ik wil
Coca-Cola. En daar het symbooltje voor trademark, de TM, bij gaan plaatsen. Wat kan je dan doen? Rond haakje, TM, sluit het rond haakje en op de spatiebalk drukken. En je ziet, Coca-Cola trademark wordt nu weergegeven. Stel dat je zegt, daar moest ook nog het symbool van copyright bij. Je drukt C, je drukt de spatie en je ziet, het copyright symbool zit er onmiddellijk tussen. Hoe doet LibreOffice dat? Via extra opties voor autocorrectie. En dan tik je op het tabblad vervanging. Ik zie dat er nog wat dingetjes in zitten van mij van vorige les, dus ik doe ze even weg. En je ziet hier, de C geeft je het copyright symbool. Tussen ronde haakjes TM geef je het trademark symbool. Dan kan je hier zelf dingen gaan toevoegen. Stel dat je zegt, ik vind het vervelend dat ik altijd voluit Onze Lieve Vrouw Lyceum moet gaan typen. Dan kan je zeggen, ik wil vanaf nu dat alles, iedere keer als ik zeg OLV tussen ronde haakjes, dat hij het gaat vervangen door onze koppelteken lieve koppelteken vrouw Lyceum. En ik druk opnieuw. Als ik niet opnieuw druk en rechtstreeks op OK druk, wordt het niet bewaard. Dus ik druk opnieuw. Je gaat zien dat staat hier nu in de lijst. Onze Lieve Vrouw Lyceum. Je drukt op OK. En dat gaan we onmiddellijk testen. OLV, rondhaakje, spatie. En je ziet dat Onze Lieve Vrouw Lyceum toegevoegd is. Nu, wat wil ik nog testen? Ik wil je onmiddellijk ook iets nieuws laten zien, wat dat we in de vorige lessen nog niet behandeld hebben. Stel dat ik hier onmiddellijk wat spaties geef en ik zou hier typen OLV zo, dan ga je zien dat hij Onze Lieve en Vrouw Lyceum probeert te splitsen over die regels. Stel dat ik zeg dit woord Onze Lieve Vrouw Lyceum mag niet gesplitst worden. Die koppeltekens die moeten ervoor zorgen dat de woorden bij elkaar gehouden worden. Dus die koppeltekens moeten een speciale functie krijgen. Hoe kan ik dat doen? Ik doe het koppelteken weg. Ik kies invoegen en ik kies dan hierbij opmaakmarkering voor het vast afbreekstreepje. Je ziet dat er dan opnieuw een koppelteken komt of een liggend streepje komt en een grijze achtergrond krijgt. Dus je weet dat er een specifieke functie achter zit. Dus datzelfde kan ik ook doen met dit koppelteken. Dus ik doe invoegen, opmaakmarkering, vast afbreekstreepje en je ziet Onze Lieve Vrouw Lyceum springt naar de volgende regel. Ik ga dat ook onmiddellijk toevoegen. Dus ik ga dit gedeelte kopiëren. En ik ga zeggen bij extra opties voor autocorrectie. Deze OLV, die moet je niet meer veranderen door Onze Lieve Vrouw Lyceum met de losse koppeltekens, maar die met de vaste. Dus ik ga die plakken, vervangen, OK. En we gaan dat ook onmiddellijk testen. Als ik hier naar het einde van de regel zou gaan, OLV. En ik druk op de spatiebalk. Voilà, je ziet dat Onze Lieve Vrouw Lyceum niet meer gesplitst zal worden. Net zoals koppeltekens kan je ook bijvoorbeeld spaties gaan vastzetten. Bijvoorbeeld als je zegt algemeen directeur. Zo, en je ziet dat algemeen op deze regel blijft staan, directeur op de volgende. Stel dat je zegt dat moet een vaste spatie zijn, dus dan doe ik de vorige spatie. Ik zal de niet afdrukbare tekens even laten staan. Deze spatie. Die doe ik weg en dan ga ik zeggen invoegen, opmaakmarkering, harde spatie. Zo kan je ook met het scheidingsteken gaan werken, maar ik kies nu voor een spatie en je gaat zien, dit stukje staat in het grijs. Dus algemeen directeur zal niet meer gesplitst worden. Je ziet het nu, als ik nu wat spaties bijgeef, zo, je ziet die altijd verspringen naar de volgende alinea. Dus dit ook nog uitgelegd, opmaakmarkering. Nu, wat kan ik je nog laten zien? Dat is het volgende. Stel dat je zelf met symbolen wil werken en heel vaak symbolen wil gebruiken. Ik denk bijvoorbeeld aan als je werkt rond een wiskundeproject en je hebt regelmatig het symbool pi nodig. Of je bent een liefdesbrief aan het schrijven en je wil graag het hartjesymbool vaak gebruiken. Ook dat kan jij gaan toevoegen hier bij autocorrectie. Dan heb je natuurlijk dat hartjesteken of het pi-symbool nodig. Wat kan je doen om het je gemakkelijk te maken? Ofwel ga je het zelf zoeken. Dat doe je via invoegen speciale tekens. Dat komt overeen met in Word symbolen. En dan weet je dat je heel wat tekens krijgt. Nu, als je niet helemaal zeker weet waar dat je moet gaan zoeken hier, want de lijst is erg groot. Griekse tekens, wiskundige tekens, Latijnse tekens enzovoort. De lijst is erg groot. Je kan altijd het internet inschakelen en dan geef je gewoon in Unicode. Pi, voor het Engelse teken, voor het Griekse cijfer pi natuurlijk, en die zegt hier de letter pi,
komt overeen met de Unicode 03C0. Dat kan mij helpen, want in LibreOffice zie je hier van onder ook de Unicode staan. Dus dat was 03C0, dus we gaan eens even naar beneden gaan. 03506060C0, dus we zitten ergens in de buurt. Dat klopt, hier staat het pi-teken. Dus een beetje hoger zie je ook wel pi staan in hoofdletters. Kijk, als ik dit aandruk, dan zie je dat van onder al verschijnen. Een beetje vervelend is als je er verschillende aandrukt. Dan gaat LibreOffice denken dat hij die ook inderdaad allemaal wil toevoegen. Als ik nu op OK druk, je gaat dat zien, dan gaat hij die tekens allemaal toevoegen. Als dat niet mijn bedoeling was, invoegen, speciale tekens, en je had deze 5 al per ongeluk geselecteerd, dan kan je die altijd terug wegdoen via het knopje verwijderen. Dus wat had ik nodig? Het kleine pi-teken. En ik ging ook nog het hartsymbool zoeken. Dus wat gaf ik in Google in? Unicode hart. Ik druk op enter, we gaan eens kijken. 2665 staat hier bij het zwarte hart. 2665. Dus daarvoor moet ik naar beneden. Naar 2660. Ik zit in de buurt. Ik zie het hier al staan. 2665. Dus ik heb nu het pi-teken en het hartjesteken. Ik druk op OK. En we gaan ze een beetje van elkaar afzetten. Stel dat ik pi nu wil gaan toevoegen aan mijn lijst. Extra opties voor autocorrectie. Hij heeft het hier al ingevuld omdat ik het in het document al geselecteerd heb. Bijvoorbeeld alles waar dat ik pi voor ga nodig hebben, ga ik toevoegen. Oké. Datzelfde met het hartje. Extra opties voor autocorrectie. En ik zeg bijvoorbeeld hartje. Ik druk opnieuw. Oké. En we gaan dat testen. En dan natuurlijk hartje. Ronde haakje van jou, dat lijkt te werken. Je kan ook nog altijd natuurlijk de kleur gaan aanpassen. Dat werkt alsof het een gewoon normaal teken is. Dus dat werkt prima. Als je zou straal gaan nodig hebben en je zou een berekening gaan maken en je hebt nu pi nodig, dan gaan we dat even testen. Je drukt de spatiebalk. En je gaat je wiskundige formule verder uitwerken. Dus dit in verband met autocorrectie. Nu, het enige wat je ook nog kan laten zien is het volgende. Stel dat je, en we gaan het zelf even opzoeken. Je kan hier nog uitzonderingen gaan toevoegen. Wat zijn dat? Afkortingen waarop dat je geen hoofdletter automatisch gaat moeten geplaatst worden door Writer. Je kan alle opties nog overlopen, maar ik wou je de woordinvulling ook nog laten zien. Soms kan dat erg vervelend zijn. Stel dat je hier, we gaan eens een woord zoeken, belangrijkste. Stel dat ik in de tekst BEL ga intypen, dan ga je zien, woordinvulling gaat ervoor zorgen, want dat is ingeschakeld, dat zie je hier staan, dat ik het voorstellen om daar belangrijkste van te maken. We gaan dat testen, ik ga op een volgende regel staan, BEL, en je ziet, belangrijkste wordt automatisch voorgesteld. Als ik op de spatiebalk druk, is dat weg, dat is geen enkel probleem. Wil ik het juist gebruiken, dan druk ik gewoon op de Enter-toets, dan heb je misschien juist zien staan in de opties. Stel dat je zegt, belangrijkste vind ik niet geen juiste woordaanvulling, maar ik wil dat er altijd belhamel komt te staan, bijvoorbeeld, dan ga je dat gewoon eenmaal ingeven. Ik ga dat voor de veiligheid eens selecteren. Ik ga opnieuw naar extra, opties voor autocorrectie. Ah, en wat zien we? Hij heeft het nog niet toegevoegd. Ik kan wel belangrijkste eens proberen te verwijderen. Je ziet hier dat de Enter-toets nodig was. We gaan eens kijken wat dat hij ervan maakt. Bel, hamel gaat hij niet toevoegen. Dat is wel jammer, want dat deed hij vorige keer wel. Opties voor autocorrectie. Hij heeft het woord niet toegevoegd. Dat is extra vervelend. Eens even kijken welke opties dat we nog hadden kunnen doen. Woorden verzamelen, dat doet hij nogthans. Maar hier doet hij iets fout, want hij doet het belangrijkste niet weg. Ik druk op OK en er is volgens mij een kleine bug geslopen. Ah, nu is het woord belangrijkste wel weg. We zullen er eens belangrijk van maken. Woord. En eens opnieuw kijken wat dat hij gaat doen. Belangrijk heeft hij nu terug toegevoegd. Oké. Belangrijk. Oké. Voilà, hij heeft dus wel degelijk, maar blijkbaar heeft het een beetje tijd nodig. Als je nieuwe woorden toevoegt, gaat hij
zelf die woorden opnemen in zijn invullijst, als het ware. Als je dit vervelend vindt, dat hij het woord al zelf voorstelt, ik vind dat niet zo aangenaam. Ik gebruik vaak extra opties voor autocorrectie en ik zeg woord invullen, zet ik uit. Ik druk op oké en als je nu belangrijk zelfs ingeeft, dan geeft hij niet het belangrijkste weer. Een aantal onderdeeltjes die we nu behandeld hebben, gingen over taal. Ik hoop dat je er je voordeel mee kan doen.